Eye Tracker Challenge met Victoria Vermeer. De meeste van jullie kennen de Eye Tracker wel, maar voor degenen die het nog niet kennen, het werkt als volgt. Ik heb een apparaat aan mijn computer aangesloten die precies kan checken waar mijn ogen naar kijken op het beeldscherm. Vervolgens kijken we naar een compilatie van allemaal beelden van Victoria. En elke keer als ik ergens kijk waar ik niet mag kijken, krijgt zij 100 euro. Een waanzinnig idee. Waanzinnig. Zou ook waanzinnig zijn als jij nu abonneert. Zou nog waanzinniger zijn. Doe maar. Abonneer maar. Oké, bedankt. Welkom. En Fik. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Waanzinnig. De Eye Tracker is terug. Vandaag met Victoria. Ik ben benieuwd wat je voor content hebt gevonden van mij. Ik heb het niet opgezocht. Roos heeft het allemaal opgezocht. Dus ik weet, ja, ik weet het. Ik mag natuurlijk niet weten wat ik ga zien, want anders kan ik cheaten. Ja, het zijn gewoon dingen van Pornhub en zo. Gewoon. Ja. OnlyFans. Ja, niet heel gemaakt. Niet heel wel na. Weet je trouwens, voor we beginnen, weet je dat jij trouwens ook de eer hebt dat jij een van de weinige vrouwen bent in Nederland met een FAP-video op YouTube? Oh, is dat zo? Weet je dat niet? Nou. Weet je wat het is? Ja, ik weet dat het een FAP-video is. Maar is dat zo uniek? Nou, er zijn niet heel veel meiden die het hebben. Nee, heb je wel gezien? Nee, ik heb nog niet gekeken, oh, okay. Maar we kunnen er zo over naar kijken. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Weet je ook dat er geld op het spel staat? Wat bedoel je? Ik heb het wel bij Lies gezien. Ja, als een, weet je het concept? Ja, ik heb die video niet afgekeken, dus ik had geen tijd. Wat? Ja, je kijkt al mijn video's. Ja, maar oké, bring up the money, wat bedoel je? Nou, iedere keer als ik ergens kijk waar ik niet zo mogen kijken, krijg jij 50 euro in principe. Nee. Zeg maar, we zijn natuurlijk nu een paar stapjes verder met het kanaal en zo, dus ik wil het wel verhogen, maar misschien is het beter als ik dat niet doe. Dus ik zou ook 100 euro kunnen doen. Nee, laten we 50 doen. Ik ga je niet... Oké. 50 euro? Elke keer als je kijkt. Dus dat wordt 0 euro voor jou. Gaan we zien. Ik trakteer volgende keer op sushi. Oh, wacht, ik moet heel even... Oh, oh. Ready for takeoff? Ik ben klaar. Oké, ik ben zenuwachtig. Ja, ik ook. Oké, nee, ik wil niet natuurlijk. Oké. Okay. Dear me. Wat staat daar? Watch out, make you go. Oh, nee! Hij ging heel snel door. Dit ging wel goed, maar weet je hoe dat komt? Nou? Er stond een tekst in beeld. Shit, verdomme. Daar kan ik wel goed naar kijken, zeg maar. Zelf mijn vingers gesneden. Dat was gewoon een sportvideo, er was toch niks seksies aan? Dat moet iets zachter. Kijk, dit is ook een mooi gordijn. Het lijkt wel op een gordijn dat ik heb, zeg maar. Shit, je bent hier... Oh, nee, oké. Okay. Waar keek je naar? Nee, wacht even. Oké, luister, soms als ik met mijn ogen knipper... Als ik met mijn ogen knipper, dan soms stript hij hem eventjes zo, weet je wel. Dat kan niet. Oké, ik geef je. Kijk dan. Verdomme, je bent hier goed in. Je hebt veel getraind. Ja, maar ik kijk gewoon heel graag naar jouw gezicht. Oh, ja. Dankjewel. Wat vind je zo mooi aan mijn gezicht dan? Alles. Ogen, wenkbrauwen, je huid, je wangen, je tanden, je haar. Daar kijk ik dan allemaal naar. Voorhoofd. Oh. Heb je daar al gekeken? Mooi, waar? Oh, ze zijn kort, man. Dat is chill. Maar voor jou? Ik was gewoon nog bezig naar die boten te kijken en zo. Zullen we toch naar 100 brengen? Geintje. We kunnen het wel doen. Wil je het doen? Ja. Oké. Okay. Ik maak nog geld op de maandag. Oké, let's go. Number 4. Jij bent in één keer hype. Oh, dat is een leuke. Oh, my god. Oh, ga van lachen. Je hebt hem. 100 euro. Sushi yummy. Maar Fik, dit is niet eerlijk, man. Wat bedoel je? Er stond gewoon een stoel in. Nee, helemaal niet. Grijp het terug. Er stond helemaal geen... Ik ging gewoon naar de stoel en opeens was jij hier. Nee. Want ik draaide me eerst om. Dus je had echt... Oh, sorry, kaartje. Je had echt alle tijd om je te focussen. Laten we even terugspoelen. Een goede video eigenlijk, hoor. Wel aesthetic of zo. Ja, hè? Kijk, zie je? En je keek weer. Je keek echt weer. Nee, wacht, maar... Toch is een goede video. Zo. Ja, je ziet er goed uit. Dank je. Maar waarvoor is de video? Tenminste, ik bedoel, je hoofd ziet er goed uit. Intimacy. Dit is voor... Jawel, je keek naar mijn borsten. Nee. Echt wel? Nee. Echt wel? Nee, ja, oké. Nee. Heel even, 1 milliseconde. Nu weer. Nee. Nee, maar ja, die telt niet. Maar dit is voor OnlyFans. Ja, goed. Dat toch? Ja. Oké. Wat doe je? Kijk, je wordt helemaal rood. Mijn ogen trekken niet. Ja, dat is 100 euro voor jou. Nee, ja, het is jouw video. Jij mag kiezen. Ja, wel leuk. Mooie lamp. Ook gaaf. Die lamp is gaaf. Die lamp is echt... Oh, hey! Die ken ik. Dat, oh, maar je kijkt niet naar andere boobies. Nee, ik kijk niet naar die boobs. Dus ik kijk naar die kaars en die muur en zo. En die muur daar. Oh! Nee. Maar dat doe je inderdaad niet zoveel meer, toch? Nu? Wat? Die lingerie-video's. Nou, ik heb wel weer een samenwerking. Nee. Echt? Nou, weet je wat is? Je mag even plukken op de YouTuber als je wil. Ja! Oh ja, dit is mijn allereerste keer in de Stefan
de vrienden, Stefan de Vriend. Dit is mijn allereerste keer dat wij samen echt een video maken. Echt niet. Dus jawel, ik ben wel eens eerder meegegaan naar het waterpark. Ja. Maar nou, ja, daar was ik niet helemaal, zeg maar. Nu, oh, je bent meer main character. Ja. En nu ben ik hier. Dus ik heb een OnlyFans. Ik heb een podcast. POV de podcast. Oh. En Stefan is daar te gast geweest. Ik ben er geweest, dat is heel gezellig. Ik heb een alles. Victoria Vermeer. Victoria Vermeer, daar vind je me wel. You're always afraid to take the first step. First step. Because all you see is every negative thing 10 miles. Je kijkt wel! Ik keek naar jou! Naar mijn buik keek je. Daar mag ik naar kijken, toch? Ja, oké. Okay. Jij kijkt ook naar mijn buik. Maar ik ben ook gewoon afgehuisd door die gaten. Die lampen en zo. Ik zit zelf wel heel naar mezelf te kijken. Waar kijk je dan naar? OnlyFans. Waar jij niet mag kijken. Echt? Ja. En wat denk je dan? Ja, looking good. Ben je onzeker? Nee. Vroeger wel heel veel hoor. Ja? Toen als tiener wel. Toen ik 18 was, toen was dat echt het allerergste op de wereld. Als je dan je wat voller voelde of je was niet zo blij met hoe je eruit zag. En nu, ja, kun ik careless. Ik zou niet weten hoe je eruit ziet. Want je kijkt niet. Ik weet hoe je gezicht eruit ziet, de rest weet ik niet. En mijn buik. Je buik heb ik net ook even kort briefly gezien, maar verder weet ik niet. Ik kan niet even meepraten, maar ik geloof het. Gaaf, wat is dit? Doe je zo? Oh, ik ben mijn fik. Wacht even. Wat is dit voor een video? Holy shit! Ja, mooi hè? Ja, heel goed. Ja. Heb je dit al gezien? Met die muziek ook erbij en zo. Ja. Ja, waanzinnig. Ah, je keek echt. Dit was geen space. Ja, je keek echt lijp. Wordt het gefilmd? Keek ik? Nee toch? Ja, jawel. Echt? Ja, heel even. Ja, je kijkt niet ook. Nee. Waarom kijk je eigenlijk? Ik keek niet. Daar mag je niet kijken. Dit gaat te ver. Ja, maar kijk, weet je wat moeilijk is? Als ik terugkom en ik kijk zo, dan... You know, dat is echt moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ja, dit is jouw video-idee. Oké, is goed. Okay, nog een keer, want ja. Oogcontact een beetje. Ja, maar je ogen vallen ook best wel op in deze video. Ja. Zo. Knot, haar. Zo, die vond ik heftig, zeg. Wat? Die video, dat is heel intens. Die video. Ja. Dit is een ouwe. Ja, die is heel oud. Leuke, crunchy. Is dit Curaçao? Ja, heerlijk. Oh, dit is bij W, toch? Ja. Ik herken de wc, ik weet niet waarom. Ja. Oh, ja, mooi hè. Oh, wat kijk jij liever naar mijn gezicht? Die wc is mooi. Oh, die wc is mooi, zeg. Gewoon, zit die muur en zo. Ja. Weet je wat gay? Wat? Die wc was mooi. Die wc was toch vet? Cool. Was echt heb je er wel eens een foto gemaakt? In die wc? Het is echt zo'n influencerplek, hè? Ja, maar ik ben toch niet echt een influencer? YouTuber. Ik ben echt best potato, wel een slechte potato. Ja, jij bent, ja. Ik maak niet zoveel We kunnen het wel een keer samen doen. Ik vind het leuk om met andere influencers op straat foto's te maken. Ja, ik dus niet. Oh, maar. Dat is het hele punt. Ik vind dat niet leuk. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het dus wel leuk om, zeg maar, mensen te... nou, laat maar. Om vind je het nou wel of niet leuk? Weet je wat ik dus best wel... Ik ben dus echt iemand die... Ga je zin Nee, wacht even, dit telt niet. Nee, maar de tekst staat erop. Ik wil de tekst toch lezen. Mag ik de tekst lezen of niet? Nee, want je mag niet kijken naar mijn OnlyFans. Maar oké. Okay. Het staat letterlijk erop. Oké. Okay. Oh, nu is het echt. Oh, ja. Ik ga vlechten. Voor. Kijk wat er op mijn been staat, die tatoeage. Oh, je kijk! Nee, hij deed dit goed, ik zweer het. Ja, maar voor je kijk. Wat staat er op je been dan? Er staat niks op je been. Ik heb een tatoeage, maar die is niet aan de andere kant. Nee, je liegt. Ja, echt? Je wilde mij framen. Moet ik mijn broek uittrekken? Ja? Hier. Oh, daar zo. Ja, oké. Okay. Maar mag ik daar naar kijken? Ja, jawel. Oké. En was je dan? Is dat jouw douche? Oh, dat is die poster weer. Ik keek, er was geen tekst. Deurknop, en toen liep je ervoor. Zo, ik zie er wel goed uit daar. Misschien moet ik even wat weer aan mezelf gaan doen. Heb je jezelf er minder goed uitzien nu? Ik zei net dat ik niet onzeker was. Ik ben zo bipolair. Nee, jawel. Maar gewoon lekker. Je bent bruin, ik denk dat het is. Ja, die ken ik wel, die chick uit. Oh, dat komt door de tanning. Je kijkt de hele tijd. Nee, buik. Mag ik kijken? Mag naar de buik kijken? Ja. Maar je bent, dat komt door die tanning shit. Ja. Maar werkt het echt zo goed? Ja. Oh, ik ben geïnfluenced. Dus wel, je krijgt er wel snel oranje handen van, maar ik heb daar dus wel een tip voor. Okay. Maar ik denk niet dat het leuk is voor de video. Nee, maar vertel maar, we knippen het er sowieso niet uit. Oké, wat? Nee, de tip is... Was dit het? Oh, dit was het! Nee. Dit was het! Zo.
Dat was best netjes. Je hebt het goed gedaan. Twee maar. Zo. Dankjewel, Fik. Dankjewel. Dit ging wel goed. Dus 200 euro. Dat is best wel chill. Ja. We moeten nog wel eventjes de VAP-video kijken. Ja. Hoe weet jij dat ik een VAP-video heb dan? Ik heb gewoon op YouTube. Kijk, Vappen, Victoria Vermeer heb je. Oh, Victoria Vermeer in jouw compilatie, die heb je ook nog. Oké, deze is maar 30 seconden, wat is dit dan? Oh, wat erg! Zet dit op? Ik kijk niet. Zo. Maar dit mag niet op YouTube, toch? Het staat op YouTube. Ja, maar ik bedoel, dit mag niet in jouw video, toch? Hoezo niet? Ik blur het wel. Oh, je moet kijken of jij kijkt. Ik blur het wel. Waar is de eye-tracker dan? Ja, ik sta te ver weg nu. Waarom? Ik sta te ver weg. Waarom? Dat telt toch niet? Nee, maar ik kijk niet nu. Zo, nee, dit was niet mijn beste video, hoor. Hoezo niet? Het was geen slechte video, het was niet mijn beste. Ik vind het wel goed, hoor. Shit. Niet dat ik keek. Wat zijn de comments? Knappe dame. Prachtig en sexy. Is het tijd voor de Fappe Victoria Vermeer video? Kom maar door. Maar gaan we het tracken ook? Ja, oké, is goed. Maar het zijn denk ik gewoon foto's. Maar je kijkt toch sowieso nooit? Nee, klopt. Je hoeft je toch helemaal niet bang voor te zijn. Maar ik was al begonnen, ik had maar zo'n stukje... Dit ben ik niet. Ben jij dit niet? Dit ben je echt wel. Ja, dat ben ik. Dit zijn palmbomen zo, parasols. Wel gaaf hoor. Oh. Dit ben je ook hoor. Ja, dat ben zo, ik dit is ook. Een goede foto wel. Want je gezicht is knap hier zo. Dank je. En zo, je bent joh. Dit is just what I'm looking for. Ja, nou, gaaf joh. Oh. Dit is al wat minder oud. Kijk, prullenbakken daar en zo. Het, maar wat is het voor traag? Hey, dit is een wie stapt hieronder? Nee, we hebben nog gewoon zo. Gewoon een soort van gewoon seksuele muziek. Dus mensen zitten zo'n beetje aan zichzelf. Dus nou, okay. 2400 mensen hebben dit gekeken. 13 likes mogen. Dat betekent dat er waarschijnlijk 13 mannen hierop zijn klaargekomen. Of misschien vrouwen. Nee. Ja, toch weer iets bereikte van haar mond. Heb je wel eens een tribute gehad? Wat is dat dan? Dat er iemand een foto naar jou stuurt waar die overheen is klaargekomen. Nee. Je zegt het alsof je het jammer vindt. Nee, ik heb het wel eens gehad. Wat? Ja, dat iemand op jou is klaargekomen. Hoezo ben je daar zo verbaasd over? Nee, ik heb ook nog ooit een dickpic ontvangen of zo. Het is geen uitnodiging. Victoria Vermeer, daar vind je me wel. Nee, ja. Ik geloof dit niet. Dat kan niet. Nog nooit? Dus ik heb het ook gehad. Ik krijg ze. Van wie dan? Weet ik van Malit? Nee, maar ik krijg ze. Van Sean? Nee, ik heb vandaag in de podcast bijna zo ver gekregen om zijn balzak op tafel te leggen voor 1000 euro. Kan je balzak op tafel leggen? Hij had het bijna gedaan, maar voor 1000 euro. Ik zei, ik doe zelfs 2000 euro als je het nu doet hier. Nou ja, dat zou ik ook wel doen als ik een balzak had. Eigenlijk zo, maar heb jij even geld te veel? Jij wil ook... 200 euro, 2000 euro voor een balzak op tafel. Ik denk echt een pervert eigenlijk nu. Ik geef je 1000 euro als je je ballen op tafel gooit. Wat heb je eraan? Dat heb ik niet gezegd, trouwens. Dat heb ik niet gezegd. Oh nee? Nee, dat is leuk. Maar even kijken. Ja, ik vond het hartstikke gezellig om er te zijn. Laat het weten als jullie nog een eindelijke video willen zien. Later. Doei. Wel, die fans. Heel erg leuk. Daar kan je deze.